Het kwartpleit in de rjochtbank van Ljouwert begint van de morgen met het afspelen van een interview eindelijk hier op Omroep Friesland. Jacob Huisman beschuldigt daarin Veilinghuizen van het aanbieden van vals werk van zijn heid Jopie, de verneemde schilder van Warkum. Dat identiek, hij maakt eigenlijk niet twee stukjes papier naast elkaar en tekent hem helemaal precies na. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Het Veilinghuis in Driels had geen twijfels over de originaliteit van het werk en vindt uitspraken van Huisman kwalijk voor haar reputatie. Ze eerst keer daarom rectificatie. Iedere dag word ik nog erover aangesproken, maar hoe zit dat met die Jopies en met die vervalsingen en telefoontjes, bellen, briefjes. Ja, dat is gewoon een hele lastige zaak, want we zijn er niet blij mee dat je bedrijf en dat je expertise natuurlijk in twijfel wordt getrokken. Nou, als je dat allemaal aanhoort, dan denk je, had ik mijn piano meegenomen, no? Want ik kom hier nooit weer weg. Ze zetten me meteen vast in de handboeien en voeren hem af. Op de vraag of dit tafereel in Warkum nou echt of vals is, komt op de zitting geen antwoord. Er is wel een expert van het Veilinghuis aanwezig die zei dat het papier dat broekt is tige oud is. Maar verdere garanties komen er net. Ek net van de kant van Huisman. Dat weet ik niet, ik durf niks meer te zeggen. Ik laat Jopie Huisman zijn dat bekijken. Ik zou kijken, jullie er eens even naar. Dus ik heb er ook helemaal geen verstand van, helemaal niks. Ik kan dat niet zien. Alleen ik weet wel dat binnen 4 weken 4 duplicaten verkocht waren, allemaal dezelfde op verschillende veilingen. Waarvan 1, wat ik zeker weet, dan maar 1, dat weet ik wel zeker. Maar ik kan ook niet zeggen dat het vorige week geschilderd is of 3 jaar terug of 4 jaar. Ik bedoel, daar heb ik geen. Ik moet bij een laboratorium zijn of zo, weet ik wel. Daar heb ik geen verstand van. Het is gewoon 100% echt. Dus de overtuiging is vanzelfsprekend. Anders hadden we het ook nooit verkocht. Als we niet denken dat dat goed is, waarom zou je het dan verkopen? Waar is die 2 weken, dochter Jochter, uitspraak?